Je kent het wel, het oude cliché. Spreken dronken mensen de waarheid? Ja, wat denk jij? Ik denk van wel. Ja, ik denk al dat ik heel goed kan liegen als ik dronken ben, maar dan lijken mensen het altijd nog door te hebben. We zijn hier in Kielegat, dat is Breda, maar dan in een carnavalstem. Het is de allerlaatste dag van carnaval. En weet je wat dat betekent? Dat iedereen katslam is. Ja, en dat het morgen afgelopen is. Maar we zijn op zoek naar hele dronken mensen. Ja. Ik ben Bo. Hey Bo. En ik ben Nicole. Hey Nicole. Ik zal even een alcoholtestje doen. Het is gewoon eventjes op blazen en klaar. Dit is Bente de assistente en zij gaat ons helpen bij dit diepgaande onderzoek met haar ontzettend betrouwbare apparatuur, een blaastest en een leugendetector. Daar gaat u. Harder, 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 harder. Jij hebt helemaal niet gedronken, joh. Hop naar de bar. Komt u maar. Even naar onze onderzoekslocatie. Komt u maar. Jij blaast alsof je lever ervan afhangt. Ja, klaar. Zij is beginnend lam. Het voelt ook wel echt binnenkomen, weet je wel. Dan zou ik even kort uitleggen waar dit onderzoek over gaat. Wij vragen ons af of dronken mensen de waarheid spreken. Als jij haar even wat vragen stelt, gaan we daarna een testje doen. Wat zijn jullie überhaupt van elkaar? Wij zijn de studievrienden. Over wat zou die wel willen liegen? Over bepaalde mensen in de vriendengroep. En kan je dan een naam noemen? De naam Hanna zegt genoeg. Oh, dus er is wat gebeurd tussen Hanna en... Nee, gewoon bepaalde spanningen, snap je? Ja, precies. We kunnen al bijna concluderen dat dronken mensen gewoon de waarheid spreken. Want je hebt zojuist gewoon eigenlijk je vriend verluld. Nee, weet je, het is oké. Ze vinden het oké. Wij hebben zojuist jou het hemd van het lijf gevraagd. En Bram heeft mij net verteld dat jij heel veel over me vertelt. Bente, assistente, kom erbij. Is dit een leugendetector? Ja, je hoeft hem ook alleen maar om je vinger te doen. Okay. Nou, welke vinger moet dat? Die in je broek. Yes. Nee. Is er toevallig iets gebeurd met jou en ene Hanna? Nee. Wordt hier gelogen, Bente, ja of nee? Nou ja, ik zie een twijfel op het scherm staan, dus ja. Wie is Hanna? Hanna is ook een studiegenootje. Ja. Een heel bijzonder studiegenootje. Net als Nicole. Ja. Hey Bram, ik denk dat we genoeg van Bo weten. Ik zou zeggen, door naar de volgende. We hebben hier te maken met een hele groep Arnhemse boys. Ik ben benieuwd hoe lam jullie zijn, jongens. Lekker blazen. Holy shit! Ja, dit is op de schaal van Bram is dit veel te veel. Vraag het hem van de lijf en dan gaan we kijken of ze liegen of niet. Waar kan ik tijmen op pakken zometeen? Jij gaf net aan, er is iets gebeurd in een Ford K, klopt toch? Ja, dat kan ik me wel herinneren, ja. Een meisje heeft wat handelingen verricht bij deze jongen. Er was wat met de mond gebeurd. We gaan het zo meteen aan hem vragen. Joost, ik heb een beetje juice over deze man gekregen. Godverdomme, echt? Kom jij even naast mij staan, dan krijg jij de leugendetector van mij. Kan je mij iets vertellen over een Ford K en wat daarin gebeurd is? Ik kan helemaal niks vertellen over Ford K, behalve dat ik daar een keer een blowjob heb gekregen. Wow, ja, dat is waar. Dat is overduidelijk waar. En dan kunnen we concluderen dat jij in elk geval de waarheid spreekt. Dankjewel. Ik ben altijd heerlijk. Jij bent de volgende, hè? Ja, top. Met wie heb ik het genoegen? Edwin. En dit was het moment dat we Joost zijn kwijtgeraakt. Zelf heb ik wel nog ergens verantwoordelijkheidsgevoel. Dus ik maak de video in mijn eentje af. Terwijl Joost waarschijnlijk ergens achteraf in de goot ligt. We gaan even kijken of jij lam bent. Want ik ben heel erg nieuwsgierig. Spreken dronken mensen de waarheid? Ik ga uit van wel. Ik spreek altijd de waarheid. Jij spreekt altijd de waarheid? Ik hou niet van liegen. Nou, dan gaan we Bente erbij halen. Bente, zou jij even kunnen kijken hoe dronken deze jongen is? Ja. Ik zat op 10 uur aan de whisky, dus dat moet wel goed komen, denk ik. Blazen, harder blazen. Je moet meer kracht zetten. Juist, dankjewel. Dat is netjes. Is dat veel? Je mag niet meer rijden. Voorlopig. Wat is jouw wildste seksfantasie? Wat vertel je me dan? Nee, mijn ultieme droom is zijn tweelingzusjes. Tweelingzusjes, dat is het meest... Ja, nee, dat lijkt me fantastisch. Dat lijkt me echt heerlijk. Daar word jij warm van? Ja, daar word ik wel warm van, ja. Klopt dat? Ja, dat klopt. Correct. En ben je wel eens vreemd gegaan in het leven? Ja, maar vreemd gaan is pas vreemd gaan als ze erachter komt, toch?
Dat is een duidelijke ja. Dan hoop ik dat je ex niet zit te kijken nu. Hey, top. Dan wil ik je bedanken voor dit hoogstaande interview. Ja, graag gedaan, Bram. We kunnen al bijna een conclusie trekken, maar we zijn er nog niet. Met wie heb ik hier het genoegen? Mijn naam is Stan. Claire. Oh, ik ben Jane. En Fabian. Wat zijn jullie van elkaar? Huisgenoten. Ja, toevallig hebben wij iets meegenomen. Dat is de leugendetector. Oeh. Ja! Ik kan helemaal niet liegen. Krijg je stroom? Nee, ik krijg geen stroom. Okay. Nee, dat beloof ik je. Hoe zit dat bij jou? Voel jij soms wel eens spanning voor een van deze twee prachtige meiden? Nee, ik niet. Ik niet. Dat is niet waar, jongen. Hey. Nee, ik ben homo, dus dat kan niet. Dat klopt niet. Maar dat wil ik ook wel even van jou weten. Kom eventjes hier. Hoe zit het bij jou qua spanning met de dames? Ik moet zeggen, de laatste tijd wel rustig. Stel nou dat je één van hun iets... Wacht, geen idee. Maar net. Dit is een hele goede vraag. Waar is Joost? Ja, we zijn Joost heel de kelder van kwijt. Vraag ons echt af waar die is. Heb jij een idee? Ik heb ook geen idee waar Joost is. Ja, dat is wel vind. Wil jij een lekker snoepje? Een snoepje, vriend. Dat neem ik altijd aan van vreemden, dankjewel. Snoepje, kijk eens, heerlijk. Kijk eens. Bedankt voor de extra toevoeging in dit interview. Met wie heb ik het genoegen? Ik heet Rory. En spreek je altijd de waarheid als je dronken bent? Ja. Dat is mooi, want dat zijn we aan het onderzoeken vandaag. Okay. Dan heb je ook een prachtige jurk aan trouwens. Het is de ene keer per jaar dat ik me zo prettig voel. Het is zo leuk en voel me zo vrij. Het is ja. Bijna om een keer een jurk aan te trekken. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik denk dat ik daar volgend jaar ook voor ga. We hebben een blaastest om mee te beginnen om te kijken hoe dronken je bent. Kom maar op. Ik ben er zelf ook wel benieuwd eigenlijk. Wacht even, wacht even. Even een atje voor de sfeer, heel goed. Blazen, harder blazen, harder blazen! Stop! Ja, jij hebt hem er lekker in zitten, zie ik. Ah. Dit is een leugendetector. Echt? Als je jezelf een cijfer zou moeten geven tussen de lakens, wat is dat dan? Goeie 7,5. Leugen? Denk ik voor mezelf dat ik beter 9 dan. Ook niet? 4,5. Kut. Joost is gesneuveld, weet jij waar die is? Ik heb geen idee, maar ik zag hem net daar ergens kruipen. Ja, we gingen dus kijken of dronken mensen de waarheid spreken. Ik denk toch, enigszins zeggen de mensen wel de waarheid als ze dronken zijn. Maar dat heb ik van horen zeggen. Ja, maar ik heb het onderzocht. Ja, dat is wat anders. Ja. Dat is wat anders. Ik kan er niet een duidelijk antwoord op geven. Nee, nee ja, maar dan is dat ook zo, toch? Precies, dat is dan maar zo. Dan weten we het ook niet en dan laten we het daarbij. En is mooi. En dan gaan we lekker verder. Vind ik ook. Vind ik ook een mooie. Moet je nog één ding zeggen in de camera? Ik denk dat we allemaal moeten liken en abonneren op De Gierige Gasten. En dan zien we jullie ook volgende week weer. Dat klopt. Dankjewel. Dat gaan we helemaal doen. Yo.